En we blijven in de nostalgie. We gaan roggebrood, ook zo een beetje een ouderwetse brood, dat in combinatie met een ander een beetje ouderwetse product, roggengelei. Zo'n lekkere product. Doe me ook altijd denken als ik in de vismijn mijn vis kan kopen en ik stap over naar de buren daar met een viswinkel. Dat koop ik altijd als lunch voor mijn broodje. Dat wordt niet zo veel gegeten, rog. Maar dat is een perfecte vis. Er zijn er veel van, dus moeten we niet ongerust over zijn. Het is ook heel, heel lekker. Eigenlijk redelijk gemakkelijk om klaar te maken en vooral zoiets. Ja, voor mij is dat gewoon echt super lekker. En wat past nu beter dan bij rog, dan bij kappertjes? Ik denk dat is een natuurlijke combinatie gewoon. En we gaan dat op een heel andere manier doen dan in tartaarsaus. We gaan een pisto maken. Dat is een soort de voorganger van pesto, maar dan met kappertjes. Mega lekker. Pisto is eigenlijk, zoals ik zei, de voorganger van pesto. Moet er zeker basilicum in zitten. En goede, stevige mosterd moet erbij. De kappertjes natuurlijk, dat geeft de pittigheid. Een beetje olie. Dat is het eigenlijk. Wel belangrijk met zo'n pisto en pesto ook. Niet te fijn mixen, dat dat geen pap wordt, maar dat dat zo wat structuur in heeft. En proeven natuurlijk. Mist een beetje zout, maar dat gaan we straks toevoegen. Eigenlijk wel super. Hè? En dat ziet er zo artisanaal uit. Hè? Met dat bloem dat er bovenop ligt, geeft toch een fantastische geur. Bloem, dat vraagt om brood. We ontbreken nu een beetje zout, maar we gaan dat vervangen met iets veel, veel lekkerder. Van de been, vers gesneden, dunne plakjes, gandaham. De ziltigheid komt terug met die rog en dan die pisto op dat lekkere brood en afwerken met tuinkers. Ik krijg nu al honger. En hopelijk is het een beetje geïnspireerd geweest. Al de broodjes, voor mij dan toch wel. En we zien elkaar bij de bakker. Tjinga.